iedereen, dit is de boodschap voor sterrenbeeld Schorpioen van 26 juli tot 1 augustus 2021. Soms heeft u zin om te steken met uw angel. Dat is ook een eigenschap van de schorpioen. U kan soms venenig zijn omdat u zich slecht voelt, omdat u zich benadeeld voelt door uw omgeving. Wij zeggen het is niet nodig om dit te doen. U kan ook gewoon u afreageren, uw hart luchten op andere manieren dan de persoon zelf hierbij mee te belagen. Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor uw eigen gevoel en uw eigen reactie op de situatie en het is aan u om te beslissen of u u laat meenemen in deze negatieve emotie of dat u het accepteert dat u dit voelt en het loslaat en verder gaat. Wij zeggen, kies voor de positiviteit. Het zal u veel vreugde brengen en uw energie zal weer gaan stromen en de negatieve emoties zullen verdwijnen. Zo, dat was uw boodschap voor deze week. Hopelijk heeft u er steun en inzicht aan. Mocht u zelf eens een sessie wensen met mijn gidsen of wenst u eens een energetische healing te ontvangen, dan kan u dit bij mij boeken. U kan alle informatie hieromtrent vinden op mijn eigen website onder www.sterrenlichthealing.be. Dank u voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!